Goedemiddag, beste leerlingen, en welkom in de afstandsles Biologie van deze week. Ik had de link naar het volgende filmpje dat ik hier zet al doorgestuurd in de mail. Je vindt de link ook onder in de beschrijving. Het is een filmpje over het evenwichtsorgaan dat mij heel handig lijkt voor jullie om eens te bekijken. Het is wel in het Engels, dus wees zeker dat al wat in het filmpje gezegd wordt, dat ik zeker ook eens zal herhalen in deze PowerPoint. Maar ik vind dit filmpje een goede inleiding om de les eens te beginnen. Oké, als we kijken naar de ligging van het evenwichtsorgaan, dan zien we dat dat in het rotsbeen ligt. Je ziet hier het been met die geperforeerde gaatjes in. Dat is het rotsbeen. En dat hoort dus bij het inwendig oor. En het bestaat uit twee grote delen. Ten eerste de drie halfcirkelvormige kanalen, hier aangeduid met nummertje 10. Hierin vind je het ampulla-orgaan terug en het voorhoofd, nummertje 14, met het statolith-orgaan. We gaan deze twee delen uitvoerig bespreken in de volgende slide. Als we dat even uitvergroten, dan ziet dat er zo uit. Met hier de drie halfcirkelvormige kanalen met ampulla-orgaan en in het groen het voorhoofd met het statolith-orgaan. Nu, ik zei, het bestaat dus uit twee delen, want we gaan het evenwicht indelen in een statisch evenwicht en een dynamisch evenwicht. Wat het verschil daar juist is, gaat duidelijk worden aan de hand van de experimenten deze les. Maar ik denk dat deze afbeeldingen wel al een tipje van de sluier lichten. Ik toon nog eens hier het inwendig oor met het evenwichtsorgaan in zijn geheel in de kader. De drie halfcirkelvormige kanalen. Je ziet hier ook de drie verdikkingen, de ampulla. Het voorhof met het ovale blaasje en het ronde blaasje. We gaan eerst eens verder inzoomen op die drie halfcirkelvormige kanalen. Het voorhof gaan we straks bespreken. Dus in die drie halfcirkelvormige kanalen vinden we het ampulla-orgaan. En die hoort bij het dynamisch evenwicht. En om te onderzoeken wat dat juist is, gaan we het volgende experimentje even uitvoeren. Je mag eerst eens je hoofd op en neer bewegen, ja knikken. Dan je hoofd heen en weer, nee schudden. En je hoofd kantelen van schouder tot schouder. En kijk dan eens op de figuur die je ziet in je leerwerkboek op pagina 48. Welke van de drie halfcirkelvormige kanalen deze beweging registreert. Dat is op deze afbeelding. En wat we daar zien zijn de drie halfcirkelvormige kanalen en elk de richting waarin zij een beweging gaan registreren. Dus elk halfcirkelvormig kanaal is als het ware een as waarop de 3D-bewegingen zich afspelen. Het ja-knikken van het hoofd beweegt het hoofd van boven naar onder en speelt zich dus af op in het eerste halfcirkelvormig kanaal. Het neeschudden van links naar rechts vinden we terug in het tweede halfcirkelvormig kanaal. En het kantelen van het hoofd van schouder naar schouder gebeurt weer op een andere as in het derde halfcirkelvormig kanaal. En zo kunnen we in elke richting, in elke 3D-richting, de bewegingen gaan registreren dankzij de drie halfcirkelvormige kanalen. We komen dan tot een tweede experimentje. Waarbij we gaan testen wat het gevoel van duizeligheid juist is en waar het vandaan komt. Neem je bureaustoel erbij en draai eens een paar keer goed rond of spin rond je eigen as. En eens kijken, ben je vooral duizelig tijdens het draaien of is het pas na het draaien als je stopt dat je eigenlijk duizelig wordt. Je mag er dan ook een glas water bij nemen waar dat je enkele papiersnippers in doet. Je mag dat water ronddraaien en wat er gebeurt met de papiersnippers is net hetzelfde als wat er gebeurt in je evenwichtsorgaan. Je bent namelijk duizelig vooral na het draaien en dat komt omdat die papiersnippers of de deeltjes in je evenwichtsorgaan, die gaan nog even blijven ronddraaien, zelfs als het glas al gestopt is met draaien. Dus er zit daar een bepaalde traagheid op, een vertraging, waardoor de snippers in het glas nog gaan verder bewegen, ook al is het glas al gestopt. En dat is de duizeligheid die wij ook voelen in ons hoofd. We gaan dan de werking van die drie halfcirkelvormige kanalen en het ampulla-orgaan eens van dichterbij bekijken.
Ik had reeds gezegd, het ampulla-orgaan is de verdikking op elk halfcirkelvormig kanaal. En we gaan daar eens op inzoomen in de volgende afbeelding. Dus we bevinden ons nu hier in deze drie verdikkingen. En dat ziet er daar zo uit, we noemen dat de ampulla. En het is hier dat de magic happens. Dus wat gebeurt er? De drie halfcirkelvormige kanalen die zijn gevuld met een vloeistof, endolymfe. En in die ampulla zit er een soort gelatineuze massa, hier in het beige aangeduid, waarin zintuigharen zitten. Die zintuigharen die zijn verbonden met de zintuigcellen, die dan signalen gaan doorsturen naar de hersenen. Nu, bij een beweging van het hoofd en van je lichaam gaat die gelatineuze massa van links naar rechts bewegen, van boven naar onder, hè, afhankelijk van de richting waarin jij je beweegt. En door de traagheid hier in die vloeistof en van die gelatineuze massa gaan die zintuigharen de beweging vaststellen en die gaan doorgeven aan de zintuigcellen tot in de hersenen. Dit is de afbeelding die jullie terugvinden in jullie boek. Hier zie je ook de kanaalverbreding, dus de ampulla. In het kanaal vinden we die vloeistof of die lymfe. Er is een soort sluisje, dus gelatineuze massa, waarin zintuigharen zitten. Die zintuigharen zijn verbonden met de zintuigcellen die de informatie doorgeven aan de zenuwvezels en deze naar de hersenen sturen. Dus hier zie je een voorbeeldje rechts in beeld van een hoofd in rust. En daar zien we dat de gelatineuze massa en de haartjes gewoon allemaal in dezelfde richting wijzen. Als je je hoofd dan naar rechts gaat bewegen, dus we zien hier een kanteling van het hoofd, van schouder naar schouder, hier naar rechts, zien we dat die gelatineuze massa door de traagheid in die vloeistof gaat meegaan bewegen met je hoofd. Zo vinden we dat ook in ons leerwerkboek. De drie halfcirkelvormige kanalen die gevuld zijn met lymfe staan in drie verschillende vlakken loodrecht op elkaar. Dat is dus de 3D-richtingen waarin wij kunnen bewegen op deze wereld. Aan het einde van die kanalen zitten kanaalverbredingen of ampullen. Die bevatten verschillende zintuigcellen met zintuigharen. En die zintuigharen die zitten ingebed, dus die zitten in een gelatineuze massa die de kanalen afsluit als een sluisdeurtje. De vloeistof in de halfcirkelvormige kanalen gaat door traagheid nog verder stromen. Denk terug aan ons glas water met de papiersnippers in, wanneer een beweging stopt. Hierdoor verbuigen de haarcellen in de ampulla. Die verbuiging geeft de zintuigcellen informatie die het doorgaan geven aan de hersenen. Komt er echter tegenstrijdige informatie uit de ogen, als je bijvoorbeeld op een boot zit, dan kan er misselijkheid ontstaan. Denk maar aan de reisziekte of autoziekte, zeeziek worden. Nu, wat gebeurt er? De ogen die krijgen informatie alsof je eigenlijk stilstaat, maar je evenwichtsorgaan die voelt verschillende veranderingen ten opzichte van de zwaartekracht. En daardoor krijg je dus tegenstrijdige informatie. Je ogen zeggen, ja, je staat stil. Je evenwichtszintuig die vertelt jou dat je aan het bewegen bent. En je wordt dus zeeziek, reisziek. Daarnaast heb je nog andere receptoren in je spieren en je gewrichten. Overal in je lichaam eigenlijk, die ook een rol gaan spelen bij het behouden van je evenwicht. Ik wijs hier even nog naar de eerste les die we hier rond hebben gehad, want er wordt hier een onderscheid gemaakt tussen proprio- en exterioreceptoren. Proprio was in je lichaam, exterio was uit je lichaam. Het gaat hier over receptoren in spieren en gewrichten, dus wel degelijk in je lichaam. We komen dan tot de conclusie van wat dat dynamisch evenwicht nu eigenlijk is. Dat is de registratie van de beweging van het lichaam. Dus als je lichaam in beweging is, dan zijn het de drie halfcirkelvormige kanalen die dat evenwicht gaan registreren. We komen dan terecht bij het voorhoofd met het statolithorgaan. Daarvoor is er opnieuw een experimentje in ons leerwerkboek. Je gaat deze keer rechtop staan en je sluit je ogen. Buig 90 graden voorover en voel de stand van je hoofd. Buig blindelings, dus hou je ogen nog steeds toe, verder door tot je hoofd ondersteboven hangt. Wat neem je waar?
Je neemt waar dat je ook met je ogen dicht, feilloos, dus zonder moeite, diverse standen van je lichaam kan bepalen. Wat wil zeggen dat er een bepaalde registratie is van je houding, los van informatie die je krijgt van je ogen. Die informatie die wordt verzameld in het voorhoofd, waar we nu naartoe gaan. En we vinden daar twee verschillende blaasjes, een ovaal blaasje en een rond blaasje. Dat ovale blaasje gaat informatie geven over de horizontale stand van je lichaam. Het ronde blaasje gaat informatie geven over de verticale stand van je lichaam. Als we eens gaan kijken in een van die blaasjes, dan zien we daar het statolithorgaan, het volgende. En wat zien we opnieuw? Een gelatineuze massa hier in het beige met daarop kalkkristallen die onderhevig zijn aan de zwaartekracht. Die kalkkristallen die zijn verbonden hier met deze zintuigcellen, deze haarcellen, die de informatie gaan doorspelen naar de hersenen. Dus hier zie je de afbeelding die in jullie boek staat. Dus ja, die kalkkristallen die gaan afhankelijk van de richting van je hoofd meeleunen in naar boven, onder, links of rechts. En op die manier de haarcellen ook verbuigen die de informatie gaan doorgeven aan de hersenen. Zo noteren we in ons leerwerkboek. Het evenwichtsorgaan van de mens bevat twee voorhoofdsholten waarin zich statolithorganen bevinden. Het horizontale of ovale blaasje en het verticale of ronde blaasje. Naar gelang van de stand van je hoofd worden de haarcellen die via de gelatineuze massa verbonden zijn met de kalkkristallen, afgebogen door de zwaartekracht. De zintuigcellen geven informatie door aan de hersenen, waar het wordt aangevuld met alle andere zintuigen en informatie die verkregen worden uit bijvoorbeeld ogen, spieren en gewrichten. Het besluit is over het statisch evenwicht dat dit registreert wat de stand is van het lichaam. En deze gaat ook rechtlijnige bewegingen vaststellen, bijvoorbeeld versnellingen of vertragingen. Dus het dynamisch evenwicht gaat info geven over de bewegingen van je lichaam. Het statisch evenwicht gaat registreren wat de stand is van je lichaam en ook of er versnelling of vertraging is. Dan had ik graag hier afgesloten. Mochten er nog vragen zijn, mag je deze absoluut achterlaten in de comments onder de video. Of kan je deze stellen volgende week in de les biologie. We sluiten dan het deeltje van het oor af. Waarna er zeker binnenkort een CT'tje opnieuw volgt. Dus zorg ervoor dat je alles zeker onder de knie hebt. Tot volgende week.